Goedemiddag iedereen en welkom op het webinar Safer Internet Day. Het is een minuutje na 2 uur, dus ik stel voor dat wij eraan beginnen. Welkom, de meesten onder jullie zullen waarschijnlijk wel doorhebben dat het vandaag geen Safer Internet Day is, maar dat was wel degelijk gisteren. Op dinsdag 9 februari was het dit jaar Safer Internet Day. Maar wij dachten het vandaag te doen om op woensdagnamiddag om jullie toch een beetje, om toch wat meer mensen naar onze webinar te lokken. En dat is goed gelukt, want er waren meer dan 213 om precies te zijn, denk ik, inschrijvingen. Dus jullie zijn talrijk aanwezig. Dat doet ons uiteraard heel veel plezier. Safer Internet Day. Daar gaat het vandaag over. Dat is een beetje het thema van deze webinar. Het vond voor de eerste keer plaats in 2004. En het vierde dan ook dit jaar zijn 18e verjaardag, of zijn 18e editie. Dat is toch de leeftijd waarop je normaal gezien volwassen bent. En ik denk dat dat evenzeer geldt voor dit event, Safer Internet Day. Het wordt elk jaar steeds meer bekender en het werd dit jaar ook opnieuw in meer dan 170 landen gevierd. Het is uiteraard ook logisch dat het steeds meer bekend wordt en dat het ook meer aandacht krijgt als je bekijkt hoeveel thema's er eigenlijk de laatste jaren steeds kunnen bijkomen, gaande van cyberpesten tot phishing, tot fake news, en op dat vlak kunnen we dus niet actueler beginnen dan vandaag, ook hacking. Toch even vermelden dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de gehackte Twitter-account van onze minister, maar het geeft ons wel een zeer mooie insteek en een goede reden om deze webinar met veel aandacht te volgen. De boodschap van Safer Internet Day is eigenlijk de voorbije jaren steeds geweest: Together for a Better Internet, samen voor een beter internet. En dat is uiteraard ook wat we vandaag gaan doen. We gaan proberen van het internet allemaal samen een betere en vooral veiligere plaats te maken, ook voor kinderen en scholieren. We gaan dat niet alleen doen, want we hebben 3 experten uitgenodigd die elk een presentatie zullen geven. Zometeen beginnen we met een presentatie door Arnoud van de Meulenbroeke van Phisht, die ons komt vertellen waarom het eigenlijk is dat hackers hun pijlen zo graag op scholen en onderwijsinstellingen richten. Nadien hebben we Bert Kouwenberg, die een aantal praktische tips en advies komt geven over GDPR op school, een afkorting die de laatste jaren zeker vaak is gevallen bij jullie op school. En dan hebben we Jan Schuur, oprichter van Smart School, die meer komt vertellen over de aangekondigde verplichting tot aanmelden in 2 stappen die er vanaf april zal zijn. Elke presentatie zal ongeveer een kwartiertje duren, waarna er kort tijd is om een aantal vragen te stellen. En die vragen die zullen door Davy, mijn collega, die vandaag aanwezig ook, doorgespeeld worden aan de spreker. Ook even vermelden dat deze webinar wordt opgenomen en die zal ook nadien via klassement gedeeld worden, zodat jullie ook nog achteraf de opname kunnen bekijken en eventueel delen met collega's. Als ook het materiaal dat we vandaag bespreken, presentaties en dergelijke, zullen we via klassement delen. De webinar wordt georganiseerd door het ICT-team van klassement. Ik ga onszelf heel even kort voorstellen. Het ICT-team van klassement, dat is Davy van Hemelen, hier vandaag ook aanwezig. Ikzelf, Jan Redant en onze collega Lien van den Dorent, die door omstandigheden vandaag helaas niet kon bij zijn. En hier niet in de picture, maar wel backstage aanwezig, Katrien Bernaerts van Tolnet, die de technische kant van de zaak voor zich neemt en alles in goede banen leidt vandaag. Ook met haar werken wij nauw samen bij Klassement en in het ICT-team van Klassement. Het ICT-team Klassement is er eigenlijk gekomen in 2018. En ik ga heel even
kort tonen waar wij voornamelijk mee bezig zijn. Deze deelsite van Klassement is er sinds 2018. Wie al langer vertrouwd is met Klassement, weet ook dat er de voorbije jaren al heel wat materiaal was verzameld op Klassement, gaande van ICT-eindtermen, AppSake, waar we de apps, de educatieve apps, verzamelen. We hadden ook open bron software en dergelijke. Er is al heel wat materiaal aanwezig, maar we merkten tweetal jaren geleden dat er toch in ons ledenbestand eigenlijk niet zoveel ICT-coördinatoren aanwezig waren. Daarom hebben we deze deelsite van Klassement opgericht met specifiek voor de ICT-coördinator heel wat materiaal, tools, handleidingen, tips, advies, artikels en websites die de ICT-coördinator moeten helpen bij het uitvoeren van hun functie. Deze website zal ik vandaag af en toe eens tonen na elke presentatie, om jullie de plaatsen te tonen waar je moet zijn of waar je de besproken thema's van vandaag ook kan terugvinden. Zoals je ziet op deze website zijn wij trouw gebleven aan de Klassement huisstijl, met bovenaan centraal onze zoekfunctie uiteraard. Maar de homepage hebben we een klein beetje anders aangepakt. Voor de ICT-coördinator werken we met een heleboel themapagina's die we in blokjes hebben onderverdeeld, gaande van beveiliging over computernetwerken, software, ICT-beleid op school. Het zijn allemaal themapagina's waar we telkens kort de info voor de ICT-coördinator in een tekstje gieten en daaronder de nuttige leermiddelen hebben opgelijst. Op deze manier willen we de ICT-coördinator uiteraard ondersteunen bij zijn functie. Iets wat brandend actueel is, nog voor er sprake was van Digiscom, waren ook al ICT-coördinatoren groepen waar het bleek dat die toch wel met heel wat vragen en noden zaten om ondersteund te worden. En nu, met de komende Digiscom waarvan sprake, is die vraag en oproep tot meer ondersteuning alleen maar luider gaan klinken. Het is ook hier, bijvoorbeeld op de website ICT op Klassement, dat wij af en toe zaken in de kijker kunnen zetten en informatie zullen delen.